Dat vind ik zo verschrikkelijk. Man met een korte broek. Ugh, wat is dat verschrikkelijk. Ik heb toch een lange broek aan. Zelfs op het strand heb ik een lange broek aan. Ja, maar kijk, ik heb mooie benen. Gebruind. Niet te veel haar, niet te weinig. Mooi, dan kun je dat doen. Ja, gebruind. Dus, je hebt je erin gesmeerd met een van de middeltje. Echt? Ja, Jezus. Ik weet niet wat jij mij hebt ingeschoten. Maar ik ben zo zat aan snoepel. Yes! Ja! Geen applaus, geen cameraman. De cameraman is er niet. En daar kunnen we een mooi verhaal van maken. Maar het is tragisch. Hartstikke kanker. Ja, en dat is sympathiek, hebben we geleerd. Met het oog op de televisiering online videoserie vorig jaar. Waarschijnlijk kunnen we nu wel alsnog meedoen. Ja, Aad is nu onze Linda. Ja. Nee. Aad, succes met de chemo. Wat had hij nou? Nee, verstandskies. Oh, ja, dat is ook niet leuk. Toch echt? Nou ja, verstandskies. Ja, ik zou je vertellen, ik had dus twee verstandkiezen. Mm. Weet je trouwens dat het verstandkiezen is en niet verstand? Oké. Okay. Ze staan ver. Mm. Enfin, die werden er bij mij zo uitgetrokken, die werden eruit geduwd. Zegt de appeltje eitje. Ja, bij mij ook, bij hem ook. Wat loopt hij dan te janken? Ja, goed, hij zei ik moet weg tijdens de uitzending. Ik zeg ja, nou toe maar. Maar goed, iemand die het wel prachtig heeft gehad. Jan, jij was in Barcelona. Barcelona! Ja, klopt. Ja, en dan direct, dan gaan alle voelsprieten van mij aan, hè. Want Jan zou weggaan. Romantisch weekend met zijn vrouw. De relatie die veel scheuren en stoten heeft overleefd. En die zou dan romantisch naar Barcelona gaan. Ja. Ik verneem niks, maar ik zie ineens een foto van jou met je dochter. Ja, het was een op- of eronder relatie weekendje. Ja. Nou, valt wel mee, hoor. Het gaat hartstikke goed tussen ons. We zijn hartstikke blij met elkaar. Alleen... Maar ze was niet in Barcelona. Nee, dat klopt. Nee, net voordat we weggingen heb ik er gedumpt. Oeh. Op Zouten. Het is klaar. Nee joh, ze kreeg corona, dus ja. Ze kon niet mee. Dat is toch, nou, vond ik echt heel zielig. Dus een dag van tevoren, mensen al 2,5 maand of jaar nergens last van. Nu corona. Nou, en doodziek. Licht overgewicht. Dat is helemaal niet waar. Ik hou haar toch in de gaten. Ze is wat voller geworden. Ach, rot toch op. Ja, vergeleken met die zieke vogeltjes die hier op die bank zitten. Die kunnen godverdomme door het sleutelgat kruipen. Voor jou doen is ze een mooie vrouw, maar ze wordt wat voller. En dat hoort erbij. Dat is niet waar trouwens, is ze afgevallen. Ah, ga weg. Maar gaat het toch even niet over, waar het er wel over gaat. Dus die kon dus niet mee, want met corona vliegen is een beetje lastig. Dus toen dacht ik, dan is het leuk om mijn dochter mee te nemen. En dat was gezellig en we hebben het heel erg leuk gehad. Ja. Vader en dochtertijd, bonding is panding. En jullie waren bij FC Barcelona. Ja, dat was kloten. Ja? Dat was verschrikkelijk. Vertel eens. Eerste avond al. Nou, vertel eens, je hebt het toch godverdomme over gelezen. Ik had echt hele dure kaartjes voor de Barcelona Eintracht Frankfurt. Tegen die teringmoffen. Mm. Nou, dus ik had dure kaartjes, joh, niet normaal. Maar wel mooie kaartjes. Dus ik zat zo mooi aan het veld. Ik zeg tegen haar, mijn dochter. Ik zeg, jij bent te gek op die Frenkie de Jong, krijg je van mij een shirt. Of valt ze op blonde mannen? Nee. Maar, ik bedoel, ik heb alles wat Frenkie ook heeft. Als ik met dames zou spreken, dan vergelijken ze me vaak met Frenkie. Ja, ja. Echt? Ja. Vanwege wat? Bouwkapsel. Bouwkapsel? Ja. Hou eens op, man. Denk je dat Frenkie de Jong spektietjes heeft en een plastic kogelvrije kuif op zijn panem? Die gozer is een van de topvoetballers. Komt maar, ook bij Willem II vandaan. Gaat het even niet over, wat er gebeurde dus. Dus ik, dure kaartjes. Ik zeg tegen haar. Ze zegt, ik wil een Frenkie de Jong shirt. Ik zeg, gaan we kopen, weet je wat het kost? Ja, nou, vast 100 piek. 110 euro, plastic Chinese troep. Het embleempje is niet eens zo mooi hard zoals bij al onze rolpraten prachtige merchandise. Oplichting. Voor 3 tientjes heb je wel een shirt. Ja, dat is ook niet zo gek. Dus ik kom godverdomme de stadion binnen. Het leek wel of ik in een Duitse bierkelder terecht kwam. 30.000 moffen hadden een kaartje gekocht. Ja, ik zag het. Allemaal in het wit. Ja, en precies in de hoek waar ik zat, daar waren de meesten. De schreeuwen te krijgen. Maar ze natuurlijk bezopen. Ja, dat is de pest die vuilakken. En te schreeuwen. En vervelend doen. En te schreeuwen. En ik had dus hele dure zitplaatsen. En wat deden ze? Het ging allemaal staan voor me. Mm. Dus ik kon niet zitten. Dan is mijn wedstrijd al niet meer zo erg leuk. Mm. Nou, 3 winnen. Stonden 0-3 achter. Barcelona. Frenkie de Jong. Die deed niet mee.
Nee, die kwam er later in. Met Luc de Jong en de Pai. Ja. Maar ik zal je vertellen, die teringduizend voor mijn neus, die er stonden, was er dus één gast die precies voor mij was. Die dacht, nou weet je, Jantje die kan al niet goed zien, omdat ik dat er sta. Hij moet ook dat er staan met zijn moeilijke voetjes. Ik had zo'n blaar toen hij terugkwam. Hm. Wat denk je? Hm. Ging op het stoeltje staan. Nou, helemaal gek. Ja. Ja, dus die heb ik bijna in elkaar gemapt. Ja? Ja. Ik heb hem in het Nederlands uitgescholden, met mijn vuist lopen zwaaien. Gezegd dat hij dat niet nog een keer moest doen. Dat ik dan zijn Duitse tanden uit zijn Duitse smol zou slaan. En die ging weg. Dus uiteindelijk hadden we dus de stoeltjes voor ons waren leeg. Kwartier voor tijd, 0-3 achter, metrootje gepakt. Want de sfeer was wat grimmig. Ook omdat ik natuurlijk met die Duitsers ging vechten bijna. Terwijl er alleen maar Duitsers waren. Dus ik zei op een gegeven moment tegen mijn dochter, ik zei, we gaan weg, want de klote wedstrijd is dit. En in de metro zaten we toen net het 2-3 of zo. Nou, het was verschrikkelijk. Ja? Pijnlijk, ja. Je hebt ervan gebaald. Ik moet wel zeggen, dit doet mij wel denken aan een moment, want ooit was een bekerfinale Heerenveen Twente. Dat was zo rond 2010, dacht ik zo. Toen was ik ook met mijn vader daar. Toen stond een man voor hem. Toen had mijn vader op een gegeven moment, die stond voor ons. Ik was toen nog klein met mijn neef. En die mensen stonden voor ons. En die wouden ook niet gaan zitten. Dus wij konden niks zien. Dus daar had mijn vader zijn sjaal afgedaan. En die gooide die over die man in. En die trok die naar achter. En toen hebben ze met elkaar gevochten. Ja, maar dat is altijd een goed voorbeeld geweest, hè, jouw vader, voor ja, de kinderen. Ja. Maar ja, dit deed je dus ook met je dochter. Nou, ik heb niet gevochten. Jezus Christus, zit je in Barcelona, wil je zo'n wedstrijd zien? Alles ging kloten. Maar goed, daarna 4 dagen heerlijk gehad. Ja, een kaaklijntje is alweer minder zichtbaar. Want ik heb zitten vreten, jongens, alsof ik 9 jaar in Sub-Sahara Afrika heb gereden. Dat ik alleen maar vliegen uit mijn oog kon halen om op te peuzelen. Hm. Ik heb alles opgevreten wat los en vast zit daar. Het was verschrikkelijk. Ja? Ik schaamde mezelf. Maar wat doe je dan zo'n dagen met je dochter in Barcelona? Eh? Ja, wat doe je dan als je al die dagen met haar bent? Nou, mooie dingen bekijken. Lekker lunchen. Uitgebreid avondeten. S'avonds nog een keer naar een tapasbar. Zij houdt ook van lekker eten, dus dat is... En ook al van drank, zoals jij? Nou, dat natuurlijk niet, hè, want daar is het te jong voor. Dat mag niet. Maar we zijn al een of andere moeilijke club geweest. Hmm. Dan werden we godverdikke nog gemasseerd terwijl we zaten te eten. De twee lekkere wijven. Ook zij? Ja, bleek niet gratis. Dat was... Dat kostte ook geld. Ja, veel trouwens. Oké. Okay. Je was dus eigenlijk met jouw dochter in het bordeel. Dat is het moraal van het verhaal. Het was geen bordeel, het was een dancing waar je kan eten. Dus ik zeg, ik heb als een signorita Kataal. Weet je wat dat betekent? Hmm. Ik ook niet. Maar ik ben benieuwd wat haar moeder ervan vindt dat jij met haar naar een bordeel gaat. Die kijkt ook mee, heb ik gehoord. Nee, die kijkt niet. Die vindt het. En als zij hoort dat jij zo'n dure reis met haar hebt, dan kan ze misschien ook weer wat aan de alimentatie doen. Godverdomme, daar heb je wel een punt. Ja. Nou, laten we dat hele massageverhaal maar doen. Ik weet nog meer over Barcelona. Als u nog meer informatie wil om hem in haak te zetten, bel me. Waarom? Nou, uiteindelijk komt het geld bij je dochter terecht. Toch? Bedenk het belang van de familie. Dus ik zit daar en die beiden beginnen met te masseren. Hmm. Best wel leuk dat je op een gegeven moment denkt, ja, wat vind je er nou aan om een beetje pafferige Nederlander te masseren terwijl die zitten eten. Maar dat bleek dus dat je daarvoor moest betalen. Ja. Heel veel. Maar waar ben je gemasseerd dan? Om mijn rug, Dennis. Maar dan pakken ze ook jouw dochter? Ja. Ja, dat is misschien een beetje raar. Ja, misschien had je erbij moeten zijn om te begrijpen. Ja, dat denk ik wel, ja. Misschien had zij daar niet bij moeten zijn. Nou, zullen we beginnen? Maar ja, goed, dan ben je natuurlijk ook heel erg benieuwd naar mijn weekend. Nee, totaal niet. Nou. Je stond lam in de santé. Dat is namelijk ieder weekend. En? Ja, was leuk. Lam in de santé? Ik heb beelden van dus. Oh. Let op, daar gaat ze. Nou, dat was niet gek, hè? Ja, dat was Slintje Santé en dat is ieder weekend hartstikke gezellig. Alleen, er zijn te veel mannen. Dus als ook jonge vrouwen een keer willen langskomen, hartstikke leuk. Maar dit is toch niet te geloven? Wat is dit voor een ongelukkige tent, joh? Ja. Supergezellig. Dus er zijn 4 mannen in een paar komt, terwijl die dikke zuster van jou vals aan het zingen is. Nee, dat is echt verschrikkelijk. Nee, dat was... Maar dat is toch... Nou, ja, hallo. Ja, kom op, het ziet er godverdomme uit. Het is een oude Oost-Duitse bar. tijdens de Koude Oorlog. Is toch, wat, nou ja, ik zal wel niet meer welkom zijn, maar dit is toch verschrikkelijk?
zijn allemaal oude kerels. En sta jij en je zusters dan naar de polken te dansen. Dit was dus op zondag. Op zaterdag en vrijdag zit het helemaal vol. Alleen dit was op zondag nog één. Ja. Zondag allebei lam van de bako's. Liedje zingen ja, normaal, in de Zandtee. Ja, was eerste paasdag. Normale dingen hebben wat te doen met de familie. Maar goed, je kent de familiesituatie. Ja, er zijn weinig mensen. We zijn in de kroeg. Mijn vader was op vakantie in Alkmaar. Dus hij belde mij op een gegeven moment op. Zit er aan het water, op het terras of zo zeggen. Zit nu aan het terras, aan het water. Bel die kwallenbak maar op. Ben klaar voor hem. He, 3 bier op. Dus ik zeg, die is naar Barcelona. Dag K, die dikke is gevlucht. Nou ja, dus tijd weet, hij is bij jou geweest. Ja, nou oké. Maar dan nu de verrassing der verrassingen, der verrassingen, der verrassingen. Want het grootste televisiespectakel van Nederland is natuurlijk... NOS Journaal? Nee. The Passion. Het paasverhaal van Nederland. En dat doet crème de la crème van Nederland. Mee, laten we eerlijk zijn, dat bekend Nederlands. Iedereen wil daar een keer aan mee. Nou, dat is niet helemaal waar, want ik kende echt helemaal niemand. Want ik heb het dus moeten terugkijken van jou. Verschrikkelijk. Anderhalf uur van mijn leven weggegooid. Wie zijn die mensen? Dus stel dat je dus een halve nichterige boy bent aan het begin. En van een lelijk wijf in een blauwe jurk. Nou, dan heb je Dennis Goud en Dennis Wenen. Ja, maar laten we en wie even die andere kijken. Types zijn. Wie zijn die types? Ja, daar kom je straks maar op. Maar laten we even kijken. Heel Nederland stond perplex, hè. Want je hebt dat de Barbas, de rol voor de... Ja, eigenlijk toch wel de BN'er van het jaar die dan even in die rol wordt gefietst. Ja, ik wil het niet groot maken dat is, maar ik wil ook niet... Hè. Dus, en daar kwam hij dan neer. Surprise, surprise. Sorry mensen, het is een wat rommelige uitzending vanavond, maar dat heb je soms. We zijn hier aan de tafel van Paal nog steeds live vanuit Doetinchem. En het is hier in de Achterhoek de gewoonte dat er met Pasen een gevangene wordt vrijgelaten. En we zijn benieuwd wat u, gouverneur Pilatus, gaat besluiten. Want het is ons gelukt om hem ook hier in de studio te krijgen. Barabbas, de man die bekend staat om zijn verschrikkelijke misdaden... en die doden op zijn geweten heeft. De vraag is dus, wat gaat uw oordeel zijn? Mijn oordeel is... dat Jezus nog altijd onschuldig is. Oké, dan ga ik naar Gijs Rademaker. Want Gijs, jij hebt onderzocht hoe de samenleving daarover denkt. Jezus, wat erg. Dit voorgelegd in onze wekelijkse peilingen. Ja, precies, Jeroen. En de vraag die we dit... En dan denkt u, wie is die man? Die man heeft het altijd goed. Die heeft ook altijd gezegd dat Jan nooit een zetel zou halen in jouw politieke periode. Het representatieve onderzoek dat mensen hebben voorgelegd, dat was deze. Wie vinden jullie dat Pilatus moet vrijlaten? Moet dat Jezus zijn, koning van de Joden? Jezus, of Barabbas, een bewezen misdadiger, een moordenaar? Ja, en die vraag levert je kijkt wel deze moeilijk. Opmerkelijke uitspraak met een hele duidelijke meerderheid. Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd duidelijk. Het volk wil dus dat Barabbas vrij wordt gelaten. Nu komt mijn moment. Ja? Ja. Nou, ik vind... Laat hem gaan. Nou ja, laat hem gaan. Vrij. Kijk, en nu komt echt acteerwerk. Ja, ja. Ja? Kijk. Tak, tak. Ja? En dan nu komt-ie. Komt-ie. Oh. Was dit het? Dat was het. Eigen invulling, hè. Ze zijn dan was dit de hele rol. Was dit het hele gebeuren? Had je geen solo? Ze zingen toch allemaal? Ja. En ze konden allemaal niet zingen, dus jij had ook wel kunnen zingen. Maar eigen invulling, dat kusje op dat hoofd heb je er bedacht? Ja. En die klap op die schouders en zo? Ook. It's me, ja. Yeah. Dus ik denk dat dit een begin is van veel meer. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Dennis, dit was verschrikkelijk. Dat je daarvoor laat lenen. Ah, neem maar de Passion. Ja, wat dan de Passion? Je hebt helemaal niks gezongen. Dat is toch een liedjesfestival? Ja. De enige wat je... Hoe lang ben je daarmee bezig geweest met het gezeik? Nou, ik ben daar wel 2 keer 6 uur geweest, maar vooral wachten. 2 keer 6 uur? Ja. En voor dit stukje? En was, ja. was dit al opgenomen? Dit was eerder opgenomen en later had je live ook nog stukjes, ja. Wat heb je dan live in die stukjes gedaan? Want dat heb ik je niet gezien. Ja, je moest die buiging maken. Nou, dat bedoel ik. Ja, dan moest je allemaal hand in hand zo staan met mensen. Jij hebt een buiging gemaakt om applaus in ontvangst te nemen voor die 20 seconden dit. Zodat je dood te schamen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het populair gedoe om weer een paar mensen in de kerk te krijgen. Wat een gezeik, zeg. Flikker erop met die kutliedjes. Het was niet gewoon... Nou, die Jezus... Ik ken die homo niet hoor, wie is dat? Dat is de vriend van Holly May Brood en de vriend van Robert Rodenburg. Ja. Doet hij het, is hij van twee kanten? Ja, het schijnt. Die kon zingen, de rest niet.
Er was een van een wijf in een blauw jurk. Jezus, wat zong dat kreeg vals. De vrouw van Barry Atsma. Wie? De vrouw van Barry Atsma. Die acteur? Ja. En zij is geen zangeres, neem ik aan. Ja, nee. Waarom en een wijf die had heel veel solo's. Hè? Die had heel veel te zingen. Mm-hmm. Waarom vragen ze iemand die niet kan zingen? Dat is, nee, maar even serieus. Het is een liedjesfestival over de kerk. En, gelul met Jezus. En waarom... vraag ze aan iemand die niet kan zingen. Want dat mens kon niet zingen. Die kon echt niet zingen. Vond jij dat ze wel kon zingen? Ja, ze deed haar best. Ja, ze deed wel een valse kraai was het. Ongelooflijk. En wie speelde ook weer die hoer? De hoer? Ja. De hoer? De hoer. Ja, er speelde niemand bij je. Wel. Wie dan? Maria Magdalena. Oh, was dat een hoer. Was dat Kim Lian? Ja. Kim Lian van de Meij. Die deed ook zo de best, hè. Met een blote billen gezicht. Verschrikkelijk. Kun je nog Ruud de Wild als vertellen? Ach, wat was die slecht, zeg. Kan hij niet voorlezen of zo? Nee, maar die man heeft net kanker gehad, hè? Ja, nou, dat niet aan zijn ogen. Jezus, Christus, wat was dat slecht, zeg. Er kwam geen normale zin uit zijn waffel en hij sliste meer dan ooit. Het is, jij zegt de crème de la crème, het is eigenlijk gewoon wel zeg, de onderste rand van de wc-pot. Maar toch kijken 3 miljoen mensen. Echt? Ja. Jezus. En die liedjes waren mooi. Nou, op een gegeven moment moet ik er wel zeggen, dan pink je soms het raantje weg. Ik denk dat die mensen die daarnaar kijken, dat die gewoon zo'n bloedvergeten hekel aan hun familie hebben. Mm. Dat ze dat dan samen gaan zitten kijken, zodat ze even niet hoeven te praten met elkaar. Want het is toch niet om aan te zien. Het is van een treurig niveau. Het is gewoon slecht. Mm. De kwaliteit is gewoon waardeloos, Dennis. Ik vond het waardeloos. Ik moet zeggen, op het einde had je het mooist, want het was... Oh ja, dat was het natuurlijk ook nog op een gegeven moment. Ik moest heel lang wachten in die zaal. En toen had je die live. Nou, inderdaad, ik moest alleen een buiging maken waarom ik moest komen. Maar goed, ik stond dus te wachten en op een gegeven moment was de paniek. Mensen overleng, Dennis moet in. Ben jij helemaal overleng? Dennis, je moet nu. Ik zeg net, jongens, wat is er dan helemaal nu? Komt er een naar me toe? Charlie Lusk is daar om de hoek. Ik denk, oh god, echt? Nee, ja. Die staat om de hoek. Ik denk, hè? Ik zeg, ja. Ik zeg, oké, ja, Charlie heeft een boeking. Dus Charlie had bij Grizio's in een van de Mexicaans tapas restaurant. Ja, top optreden, Charlie. Ja, FC Breukelen is dat toch al een only way up. Ja, stond hij dus in Doetinchem in een restaurantje te zingen. Maar gewoon 100 meter naast die kerk waarin wij zaten. Dus het mooiste was op een gegeven moment, en ze zegt, en nu? Ik zeg, en nu niks. Ik zeg, ja, die auto van mij stond een stuk verderop. Ik zeg, ik weet het niet. Ja, dus ze waren ze bang op een gegeven moment dat Charlie live wat wou doen tijdens de uitzending. Maar dat zou toch fantastisch zijn geweest? Dat had al die hele verschrikkelijke slechte uitzending gered. Dat Charlie Luske... Een aanslag pleegt op de Passion. Ja, maar het podium oprent en dan jou in je oranje pakje de grond opwerpt en je hele gezicht een gort slaat. Ja. Dat zou toch... Nou, dan had jij ervoor over gehad. Nou, op een gegeven moment toen... alles wat ze op het internet hadden gegeven. Dus het mooie was op een gegeven moment, wat is er nou gebeurd? Bij dat Grizio stond één beveiliger voor Charlie. Wordt Charlie beveiligd tegenwoordig? Ja, want Charlie dat zegt... Dat is toch een beetje vreemd. Omdat hij zegt bedreigd te worden door onze kijkers. Ja, dag! Ja, nou ja, zo was het. Ja, omgekeerde wereld. Maar het mooiste is, toen stond er ook nog een beveiliger... naast die beveiliger voor de ingang van Grizio's van The Passion... om Charlie te beschermen voor zichzelf als hij wat wou doen. Dus er stond aan beveiliger om Charlie te beschermen. Hou op! Ja. Dat is toch niet waar dit? Ja, echt! Wat een idioot. Ja, maar het is anders hoeveel beveiliging dat het ook niet zoveel kostte. Maar Charlie werd dus beveiligd door zijn eigen beveiliger... en hij werd in de gaten gehouden door een andere beveiliger. Ja. Nou, dan waren er toch 3 mensen bij zijn optreden. Ja. Hij heeft dat nooit zo druk gehad. Nee. Was drukker dan bij FC Breukelen. Ja. Het is ongelooflijk. Hij is niet eens een BN'er, hij is een DN'er. Hm. Ik bedoel... waarvan is hij nou bekend? Echt, ja, omdat hij dan vreemd gaat. En omdat hij dan getrouwd was, binnenkort gescheiden. Hmm. Van de, hoe heet het, die Duitse... Tanja. Tanja. Tanja, yes, ja. Ja, nee. Ja, yes, no, nee. Maar die speelde vroeger in goede tijden. Dat is alles. Hmm. Hij is achter geworden bij The Voice. Hmm. Hoe kan hij in een artiestenelftal komen? Dan kan godverdomme iedereen... Dan kan jouw neef Nick nog godverdomme artiesten... Ja. Wat... Ja. Hallo. Hoe is het eigenlijk met hem? Wij gaan naar Charlie. Hallo. Charlie... Hallo. Jan, dat gaan we niet meer over hebben. Godverdomme. Heb ik straks weer gedoe. Was hij wel bij het paaseieren gaan, zoeken? Naar... Was hij bij het paaseieren Charlie zoeken? Charlie wordt geïnterviewd. Was hij bij het paaseieren zoeken? Ook even vragen naar de... Ja, toch. Kom op. Wij gaan naar Charlie, want die stond een dag later met het artiestenelftal. En ik roep je toch ook niet dat jij je dochter allemaal sterke drank hebt gegeven tijdens vakantie in Barcelona.
Nou, dat mag dan ook wel gezegd worden. Als ik ruzie thuis heb, ook ruzie daar. Heb ik niet gedaan. Jan is in Barcelona met twee vrouwen gegaan. In Indische en in Spanje. Terwijl ja, die dochter al heel vroeg op bed moest. Want dat wou ze zelf ook, want ze was dronken voor de drank. Zo, dan gaan we nu... Dat is niet waar. Dan gaan we nu naar... Heb jij bewijs daarvan? Je hebt ook geen bewijs dat wij paaseieren hebben loomzoeken. Ik vraag of jij paaseieren hebt gezocht. Nee. Oh. Iedereen heeft familie heeft ruzie, dus dat doen we niet. Ook, ook bij jou in de familie heeft iedereen ruzie. Hoe is met, dat is niet helemaal waar. Hoe is met Saskia Noord? Tja, die zie ik gelukkig niet. Heb je die nog met Pasen gezien? Nee, maar je hebt toch een ruzie met Nick? Nee, ja, dat komt zo op een gegeven moment wel. We gaan nu naar Charlie met het artiestenelftal. Nee, ik hou er niet om lachen. Want Charlie was bij... Nee, maar je kunt geen afspraak met jou maken. Dan wordt hij weer woest. Dus als je nou boos bent... Hoezo kun je geen afspraak met me maken? Ik geef gewoon jouw adres. Aan de mensen die boos zijn nu. Nee, dat doe jij niet. Jawel, doe ik wel. Ja, dan vertel ik waar jij ondergedoken zit, vriend. Volgende keer als Charlie boos op je is. Ja. Ja. Kan je maar gewoon DM'en, Charlie. Adresje komt zo aan je kant of zo. Goed, maar die Charlie stond dus ook bij het artiestenhelftal. En dat was ook SBS Shownieuws. Ah, leuk. Charlie denkt dan natuurlijk, ja, dan stelt ze alleen vragen over de wedstrijd. Terwijl hij dat het in het nieuws is, omdat hij vreemd is gegaan. Ja. Dus... En met statements naar buiten komt en dan stellen ze dan geen vragen over. Nou, daar komt het. Charlie, ik wil je toch ook even vragen naar de, ja, toch een periode achter de rug. Nee, ja. Nou ja, hoe is het met jou? Het is koud geweest en het is nu weer, het is natuurlijk nu weer warm geworden. Dus dat is beter in de voetbalweer ook natuurlijk. Bedoel je ook met je relatie? Nee, gewoon het wat voor weer het is. Als het koud is en het ligt ijs op het veld, daar hadden wij het net over nog. Och. Gelijk uitje scheurt van alles af. We hebben natuurlijk geen zin in. Dus dit is nu gewoon, dit is lekker. Het is, nou, sommigen vonden het zelfs iets te warm. Ja. Maar er is van alles over jou en Taya nieuws geweest. Hoe is het met jullie? Wil je daarop reageren? Oh, ik moet weer wisselen. Dat is echt gênant dit. Wil je er niet op reageren? Oeh, dat scheelt weinig, hè? Maar de acteur, hè? Maar je wil er niks over zeggen hoe het met jullie gaat, of... Ik weet niet wat je bedoelt, precies. Maar... Ach. Op je Instagram post. Ja, ik ben bijna geraakt door een vlaggetjes, man. Nee, dit is wel even lekker om weer zo bezig te zijn met elkaar en lang niet gezien. Dus mag ik ook dat we het hele zomer kunnen doen, dit. Het zou wel lekker zijn. Wat gebeurt hier? Dit is een iemand die niet goed bij zijn hoofd is. Nee, maar even serieus. Die jongen, ik zei net al, die is nauwelijks bekend. En dan wordt hij geïnterviewd door Shownieuws. Mm. Nou, daar moet hij een half uur van krijgen. Mm. Toch een beetje aandacht. Airtime. Ja. Maar ze vragen naar iets wat al lang al bekend is. Ze vragen niet van naar iets wat wij allemaal niet weten. Mm. Ze wisten het natuurlijk allemaal wel. Maar ja, goed, wij moesten het weer naar buiten brengen natuurlijk. Want dat doet de rest van de media niet. Want die zijn allemaal vriendjes van elkaar. Maar dan komt het naar buiten. En dan vraag je van Shownieuws. Hoe zit dat met je relatie? Waar die lul zelf net een statement voor naar buiten heeft gebracht. Ja. Ja, sorry. Ik denk ooit kort. Ja. Als ik alleen al dat gras zie, begin ik te niezen. Want dan gaan we door naar John de Mol. Ah, mijn... Slimme tering van mezelf. Ja. Mijn grote vriend John de Mol. Wat is dat toch een leuke man. Ja. Mag ik dat even zeggen? Het is, hij heeft heel veel macht natuurlijk. Heel veel geld. Hm. En heel veel smaak. Ja. En heel veel haat naar ons toe. Ja, want vorige week hadden we natuurlijk over de zaak Johnny de Mol. Die wordt verdacht van... zware mishandeling en doodslag zelfs. Of poging tot doodslag. Poging tot doodslag. Dat hebben we verteld. Wat stond in de HP de Tijd. Ja. Alleen, dan wordt de familie om de Mol een beetje kwaad. Ja, dus, ja kwaad. Dat stond er. En daar loopt natuurlijk een strafzaak tegen Johnny. En toen dacht Jan, maar ik weet meer. En toen riep Jan, ik heb een scoop. En wat scoop! En wat was die scoop? Dat mag ik dan niet meer vertellen. Nee, dat klopt. Ik test die even. Oh, ja, nee, ik stond op het punt om dat weet ik. Nou, misschien een stuk of 5000 keer dat verhaal te vertellen. Ja, maar dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Heel duur worden. Ja, heel duur. Want op een gegeven moment kregen wij vrijdag, woensdag is de uitzending. En vrijdag kreeg ik in de ochtend een mail van topadvocaat Peter Plasman. Peter Plasman, topadvocaat. Ja. Die is nog duurder dan Radboud, heb ik gehoord. Dat kan haast niet.
Ja, nee, is maar, ja, dat schijnt. Ja, maar dat maakt voor oma John niet zo heel veel uit. Want die zakken zijn aardig gevuld. Ja, want meneer Plasman was woest dat er een dat er wat was gezegd. Hè. Kijk, de gele uitzending op zich stond. Maar het ging over één cruciaal fragment. En die mail ziet u achter. En daarin werd ons dus verweten dat de suggestie werd gewekt dat mogelijk getuigen waren afgekocht die hadden gezien dat Johnny de Mol in de Harbor Club zijn vriendin, vrouw toen, had geslagen. Heb je dat gezegd? Nee, heb ik nooit gezegd. Je mocht dat niet meer herhalen. Nou, je komt wel feitelijk herhalen. Je kunt niet meer zeggen dat het zo is. Oh, dat zou ik ook nooit zeggen. Nee. Nee. En de reden waarom... Nu wordt het alweer tricky. Waarom ik dat nooit zou zeggen, is omdat wij geen rechtszaak tegen John de Mol willen. Of liever gezegd andersom. Omdat John de Mol heel veel macht heeft en heel veel geld. Dan worden wij vernietigd. Wij zaten twee keer in de rechtbank, zoals jullie weten. Eén keer tegen de televisier. Die wonnen we. En uiteindelijk heeft de rechter besloten dat we alles verloren. Dus en financieel gingen we naar de kloten. En we mochten alsnog niet meedoen. Een beetje rare uitspraak. Was het niet, mevrouw de rechter? Zaak tegen Famke Louise. Dat kind loog alles wat los en vast zat. Achterlijk statement. Dat je denkt, nou ja, goed. Twee vingertjes in de neus gaan we niet winnen. Hebben we ook allemaal verloren. En dan zitten we straks tegen John de Mol in de rechtszaal. Nou, wat denk je? Wat denk je wat die vrouwtjes dan gaan doen van D66? Nou, mol, dat gaan we niet doen. En niet alleen dat. De getuigen van het vermeende ding wat wij hebben verteld. Nu kom je op gevaarlijk ijs, hè? Die getuigen zijn er niet. Dat staat in de rectificatie. Die getuigen zijn er niet. Want het is nooit plaatsgevonden. Kijk hoe het dan werkt. Je krijgt gewoon een rectificatie. Je moet die rectificatie plaatsen. Of je moet dat kort geding door laten gaan. Je hebt toch een statement naar buiten gebracht dat je die mensen wilde beschermen? Nee, dat stond er niet zo. Hoe stond het er dan? Er stond zo dat mogelijk mensen gevaar liepen op het moment dat een kort geding kwam. Ja, ja. Ja. Maar goed, we hebben toen uiteindelijk... Wel vreemd is, ik loop een beetje op eierschaaltjes, is dus dat iemand die wordt dus verdacht van zware mishandeling en poging tot doodslag. En de advocaat van de familie is met dit soort dingen bezig. Dat denk ik hoofd- en bijzaken. Zou ik dan als de familie de Mol zijnde... Dat is een tip, hè? Ik zeg niet dat het zo is. Maar ik zou als familie de Mol zijnde met andere dingen bezig zijn. Na The Voice, het grote schandaal... waar de familie de Mol gewoon hoofdschuldig aan is. Dan zou ik daarmee bezig zijn in plaats van... op zoek naar hele kleine dingetjes... in het hele zware mishandelingverhaal van Johnny... Maar wie ben ik? Maar wat vond je ervan dat Johnny donderdag en vrijdag ineens op vakantie was? Ja, die moest er even tussenuit. Ja. Even er tussenuit. Dat interviewtje met die Rutger Karstenikum. Heb je dat gezien? Die Rutger Karstenikum. Die zat bij hem aan tafel. Ja, die ging hem dan kritisch in de... Die laat zich... Dat is toch ook een vuile NSB'er ook gewoon. Het is gewoon een NSB'er. Die laat zich door alles en iedereen inhuren om de boel schoon te spoelen. Om straatjes schoon te vegen. Wat een enge natnek is dat. Met dat domme, lege hoofd. En die ingestudeerde vraagjes. Hij heeft veel vaak laten implanteren. Hoor. Ja, en dan ook altijd om zijn eigen niet leuke grapjes. Wat een vervelende man is dat. Ja, hij heeft wel heel aanstekelijk. Wat een verschrikkelijke... Leuke man. Ja, ik had altijd wel lol met Rutger. Ja, jullie zijn ook een beetje dezelfde laak en pak. Ijdele homo's. Haarimplanten. Maar Rutger zat er inderdaad en die interviewde hem. En donderdag en vrijdag was Johnny dus ineens weg. En toen kregen wij dus die advocatenmail. En toen hebben we dus als het ware een deal gemaakt met John de Mol. Want John de Mol wou dat de gehele video werd verwijderd. Toen dacht ik een beetje van, jij zat toen in Barcelona. Barcelona! En toen zei ik van, nou die hele video is wel onzinnig. We wilden wel 5 minuutjes uithalen betreffende dat. En want op het moment dat zo'n kort geding komt... Hoeveel minuutjes? 5000 minuutjes? 5 minuten. 5 minuten. Ah ja, 5 minuten. Want op het moment dat dat kort geding komt... Ook al win je hem, wat in onze situatie... Onmogelijk! Je weet hem niet. Dan procedeert hij net zo lang door te dat. Dus ook al win je alle zaken, kost het nog geld. Dan zie je bij het Europese Hof. En dan kost het nog geld. En het gaat maar door. Het kost 100.000 euro's. En 100.000 euro's, dat haalt hij op aan rente. Terwijl er bijna geen rente is. Terwijl hij zit te schijten. En dan moeten wij jaren voor zweten. Dus ik dacht ook, de afweging is onzinnig. Laten we die 5 minuten weghalen. Maar toen kwam eigenlijk daarna het frappante. De monkey out of the sleeve. Toen kregen ze wat ze wou, die 5 minuutjes waren weg. Nou, ik had nog wel heel veel dagen gerekt. Had ik er nog wel lol om.
Maar uiteindelijk... Ja, maar je hebt het over ik. Ja, zijn... als op vakantie. We zijn toch een duo, je hebt toch bijna dat gebeld? Ja, ik heb jou ook gebeld. Ik zat godverdomme bij de Sagrada Familia in Barcelona. Dan belde jij mij hysterisch op, kon godverdomme weer naar het hotel met de metro. Je hebt bijna mijn hele weekendje verneukt. En dan deelde ik. Nou, dat was er sprake van wij, hè, vriend. Toen heb ik daarna dat statement geschreven. Die heb jij nog even nagelezen. Ja, daar stonden wat afhaartjes. Ja. En waar het mooiste kwam, toen kwam er een... Nou, nog niet eens een mail. Toen heeft dus direct Plasma gezegd... Ha, ze geven hem gelijk, het is niet waar. Ja, die heeft het naar alle media in Nederland gestuurd. Ja. Die natuurlijk allemaal met die kleine stijfjes... Dat opstonden te tikken. Oh, Roddelpraat, geef toe. Oh, ja. Oh, kijk. Oh, de grote John wint. Oh, fantastisch. Zo heette die mensen, jongen. Maar als hij de mail had, echt de mail had doorgestuurd, dan hadden ze niet die indruk gehad. Maar Plasma maakte zijn eigen verhaaltje ervan. Toen heeft Plasma nog gezegd, nou, dat hebben ze mooi gedaan. En als ze daar nog eens even 10.000 euro naar het vergeten kind overmaken, dan starten wij geen bodemprocedure. En wie heeft een flinke hand in Stichting Het Vergeten Kind? Ja, daar zat Johnny de Mol in. Ja. Die was daar nu niet meer, maar die was volgens mij voorzitter of zo. Vicevoorzitter, weet ik van wat. Ja. Dus wij moeten dan 10 ruggen overmaken naar een liefdadigheidsclubje. Waar onze Johnny de Mol onderdeel voor is. Nou, ja. Toen zeiden wij tegen ons en tegen elkaar, want we hadden contact. Lik me reet maar. Ja. En daarin hebben we een groot risico genomen, want we krijgen nu alsnog een rechtszaak. Een bodemprocedure. Ja. Ja. Ik vond het wel een leuke grap. Ik zei, stort zelf maar 10.000 euro in het blijf van mijn lijfhuis. Was mijn grap, hè? Ja, was jouw grap. Was leuk. Laten we eerst zeggen, dat was de eerste keer dat ik echt dacht, leuke grap, Dennis. Hmm. Ik denk gelijk ook dat het de duurste grap van jouw leven wordt. Want ik heb het dus niet geschreven. Ik stond er niet achter. Ik was in Barcelona! Nou, ik stond er mogelijk... ook helemaal niet achter dat er zomaar werd bedacht dat getuigen mogelijk zouden zijn betaald. Mogelijk, misplaatst. Maar wacht eventjes. Ik heb dat hele verhaal over die 10.000 euro... Over het blijf van mijn lijfhuis dat zij moeten betalen... heb ik niet verzonnen, want ik zat in Barcelona. Dat was ook ik. Hij, ik. Ja. Dus als je daar boos bent over meneer de Mol, wat ik kan begrijpen... mail at... Dennis. Nee. Nou nee. Ja, die hem zal gevonden hoor, want het stroomt binnen met mailtjes uit die kant. Ah, echt? Ja, ja. Maar heb ik het niet verteld omdat het allemaal aan jou gericht is? Ja, dat klopt. Dan is niks anders. Losgekoppeld aan jou. Nee, we zullen er Barcelona! Het was prachtig. Wat een leuke stad zeg. Vies. Veel junkies, niet normaal. Maar goed, hoe gaat die... Ik heb trouwens nog een hele leuke scoop binnenkort. Over de familie de Mol? Over John de Mol? Ja, nee, ja, ik heb geen interesse. Of ik ga even weg. Maar dat is echt een goeie. Ja, dat en het vergeten kind gaat daar een hoofdrol in spelen. Ja? Ja. Ja. Met bewijs en getuige. Ja. Ja. Dan gaan we naar Danny de Munk. Danny de Junk. Ja, dat blijkt wel, hè? Gosh, dan wist je al dat hij aan de... Ik had dat al een tijd geleden gehoord, dat hij zwaar in de cocaïne zat. Of heeft gezeten, dat weet ik niet helemaal. En van een zeer betrouwbare bron. En toen dacht ik, ja... Niemand is geïnteresseerd in de man die vroeger Siska de Rat heeft gespeeld. Ja, dat ja, is het. Ja, nou, het zal wel. Dus ik had het verhaal... En ik ken hem vooral voor een nummer Een Bloemetje Voor Jou. Zing die eens dan? Ja, dat is echt een leuk nummer. Die zong ik vroeger altijd met mijn oma. Echt? Ja. Die is dood, hè? Ja. Dan krijg je ervan. Nee, geen... Geen wat? Nou, wat is dit nou? Oeh. Wat krijg je ervan? Nou, sorry, maar als je op later leeft het liedje van Danny de Munk gaat zitten... Dan denk ik ook wel dat het je tijd is. Komt-ie, hè? Is dit hem wel? Ja. Ze weten dat er iemand is die je altijd steunt. Dankjewel, dat klinkt een beetje kaal. Een bosje bloemen zegt het allemaal. Is een bloemetje voor jou. Want je staat altijd voor me klaar en nooit wil jij er iets voor terug. Hoeveel ik van je... God, wat een tering, Harry. Ja, ik ken hem natuurlijk van Amsterdam is poep op de stoep. Ja. En krijg toch allemaal te kleren. Ja. En ik zag je in de disco, een hele toffe chick. Je was verschrikkelijk sexy en dronk alleen maar prikken. Is dat ook van Danny? Ja, mooi nummer.
Hartstikke goed nummer. Maar goed, Danny de Munk, totaal interessant. Het is een heel klein mannetje die in musicals optreedt. Nobody gives a fuck, zou ik zeggen. Dus ik zou... Dat is wel echt Danny, hè? Ja, maar ik ga jou, als ik jou opbel, ik heb toch een scoop. Danny de Munk gebruikt coke. Zeg je, wie? Ja. Ja, daar heb ik geen zin in, joh. Nee. Dat is een soort Roel van Velsen, is het? Dus alleen dan in musicals. Roel van Velsen is 1 keer gevraagd voor de musical. Sneeuwwitje in de 7 Dwergen, dat heeft hij geweigerd. Hij vond het... Maar wel gewoon Danny... Hij vond zijn rol te klein. Danny de Munk... Nee, ik vind dit niet grappig. Nee, hij vond zijn rol te klein! Niet! Nee, is gewoon niet echt leuk. Dat is mijn oude man een grap. Facebook grap. Maar Danny de Munk... deed ook mee. Ooit mee. Hij vond zijn rol te klein. Ja, Jan, het is prima met jou. Maar het is... Jongen, maak je dit soort mop met die oude kerels mee mee... Nou goed. Danny de Munk deed ook ooit mee in The Passion. Niet? Ja, het speelde die Jezus. Dat, Jezus? Ja. Oh, ja. Lag je dan ook in een kribbetje? Dat past hier. Weet je trouwens wie ook in de Passion heeft gespeeld? Charlie Duske. Ja. Toen stond hij op een heel hoog gebouw te zingen. Ja. Dit is de keer dat ik er toen keek. Toen dacht ik, ik hoop dat toch dat hij eraf springt. Of dat iemand hem duwt. Ja, nou, of dat hij een mes pakt en dan... Nee, dat doen we nooit meer. Nee. Maar we zijn nu bij Danny de Munk. Danny de Junk. Ja, dat is nu zijn nieuwe bijnaam. Zeker. En wij hebben Danny ook even positief in het zonnetje gezet. Je kunt me altijd zeggen, roddelpraat, borstprogramma, maar een bloemetje voor jou, die kennen de meeste. Ja, en ik zag je in de disco een hele toffe chick. Je was verschrikkelijk sexy. En alleen maar prik. Ja. Ook een mooi nummer. Ja, ook en een mooi en nummer. Ik vond zijn rol in Zeker de Rad fantastisch. Ik heb die film 2000 keer gekeken. Ja. Krijg toch allemaal de colering. Val van mijn poort helemaal dood. Heerlijk. Ja, mooi. Mooie muziek. Dat deed hij ook netjes. Maar... En ik vind het ook een hele leuke man. Hij komt leuk over. Als een leuke man. Ja. Dat is toch allemaal positief? Schijnt ook een hoge libido te hebben. Ja. Maar... Kleine piemel, hè? Ja, kleine heb ik ook gehoord. Ja, dat lijkt me heel erg om dat te hebben. Maar goed. Danny de Munk komt toch weinig in aandacht. Danny de Junk. Komt toch weinig in aandacht de laatste tijd. Maar kreeg dus een mooi momentje in het blad. Weekend. Ken het blad? Wie kent? Wie kent hem niet? Ja, precies. Wie kent hem niet? Ja. Niet leuk? Nee, is niet echt super. Roept dat hij zich... En daarin zegt hij... Ik maak mij helemaal niet druk om de Juice Channels. Nou, en Yvonne Kolderweijen deelde dat op haar Instagram. Van, nou, dat is leuk. En dat is mijn schat. Iemand kan op elkaar spelen. Doe je geen gekke dingen, dan gebeuren er ook geen gekke dingen. Is ook zo waar. Is het natuurlijk ook, hè? Is ook waar, maar Yvonne Kolderweijen is mijn schat tegenwoordig. We hebben een moeilijke tijd gehad. We hebben een dipje gehad in onze relatie. Maar Yves en ik... Wij appen. Mooi. En daarna kreeg ze dus honderden privéberichtjes over Danny de Munk. Danny de Junk. Ja. Goed, daar gaan we dan. De vrouw in kwestie was 21 jaar, die hij heeft bericht. Toen ze werkte achter de schermen van de musical Siske de Rat. Je gaat toch niet het hele verhaal... Ja, je kunt er toch niet vanuit gaan dat iedereen naar die vreselijk lange filmpjes van Yvonne kijkt. Ja, dat is waar. Waarin hij Danny de hoofdrol speelde. Ik doe het kort, mensen, blijft erbij. Hij speelde de hoofdrol in de musical Siske de Rat. Ja, en hij speelde jeetje, daarin... dat had ik niet verwacht. Niet iedereen keek naar Siske de Rat. Ik vond het helemaal niet leuk. Het is lang niet zo goed als The Passion. Hij zal er maar in spelen. Hij regelde via de productie een nummer van dat meisje... en nodig had toen uit in een huisje waar hij verbleef. Onverwacht zou hij haar hebben opgehaald... met de zwager van zijn vrouw, Jenny. Nou. En dan was ook tegelijk zijn chauffeur. Zwager en zijn chauffeur. Ja? Ja. Was altijd zijn chauffeur. Wat zeg je? Hij staat altijd zijn chauffeur. Of alleen voor doe toen. Doe even je handen zo. Want je zegt... Doe even. Tia Maria, golden brown, bring it. When the sun goes down, gaat het goed. Ja. Dennis, gaat het goed. Jan, dat is doe niet doe het ABC, heel snel. A, B, C, D, E, F, G. Ja, het gaat H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ja. We hebben vroeger altijd liedjes. Ja, leuk. Ja. Schiet op. Hoofd, schouder, oké. Daarna zouden er seksuele dingen zijn gebeurd. Zij vertelt dat elke keer als ze dan samen waren, hij haar drugs gaf. Ja. Dat is ongebruikelijk. Nou, dat gebeurt niet veel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier ook veel vrouwenbezoek gehad. Zelden gaf ik ze drugs. De enige met wie jij drugs hebt gebruikt hier naakt, was jouw ex-manager Maurice Kroon. poppetjes. Dan ontspannen jullie poepetjes. Hè? Ja, wat? Daarvoor gebruik je dat toch? Ja, maar... Jij weet alle ruzies zo bij waterstaan. Er volgt een periode waarin het volgens de dame allemaal steeds verder ging. Bijvoorbeeld als ze aan het douchen waren in het hotelkamer. Dan kwam ineens de chauffeur van Danny ook naar binnen. Ja, dat was een zwager en de chauffeur. Dus dat is dezelfde persoon. Ja. Gaat dat is door. Wel bijzonder, toch?
Wat? Dat je aan het douchen bent en dat dat het is. Nou, ik zou het al heel bijzonder vinden als ik sta te douchen dat Danny de Munk opeens bij me staat. Ja. Want daar is een zwager en een chauffeur. Ja. Ja, dat zou ik verschrikken. Ja, dat is wel apart. Ja. Die kwam binnen in de douche en er werd er ook verwacht dat zij dingen met hem zou doen. Met die zwager of met die chauffeur? Allebei, dat was toch hetzelfde? Ja. Nu moet ik wel zeggen, ik vond het dat tactisch omschreven. Want ze heeft gezegd, hij moet dingen met hem doen. Stel, ze hebben een potje lopen, bekemmen onder de douche. Dat kan naar alles wijzen. Lijkt me heel onhandig. Ja, bekemmen onder de douche. Lijkt me ook onhandig. Maar op het moment dat je zei, iemand komt binnen, ik moest van alles met diegene. Er werd verwacht dat ik van alles met diegene onder de douche doen. Dat kan op alles wijzen. Ja, maar ik ben echt niet bang voor een korteling van Danny de Munk. Niet? Nee. Nee, ja, dag. Ja, anders kunnen we toch helemaal niks meer zeggen. Dan kunnen we niet zo goed mee ophouden. Okay. Kijk, John de Mol gaat met de ver. Maar voor de rest, maar iedereen mag me suwen en wij suwen iedereen. Fuck everybody. Oh. Ja, nee. Dat boom. Het dieptepunt was toen Danny haar een kaartje zou hebben aangeboden voor Sensation. Dat is een festival. Ik wist ook niet, ik heb het opgezocht, is een festival. Ja, je hebt Sensation White en Sensation Black. En het hele grappige is dat bij White, wat trekken mensen dan aan? Dan mogen er alleen witte mensen komen. Nee. Oh. Ja, mensen in het wit. Oh, dus niet voor nee, witte... Nee, het is niet, je hebt niet een blanke versie en een zwarte versie. Niet? Nee, dat heb je dan niet. Oké. Okay. Nee, omdat die... Nou ja, dat was ja, dat komt. Jij wou zeggen dat er dan niemand komt. Ik wou niks zeggen. Nee, wat wou je zeggen? Nee, want straks krijgen we weer de hele zwarte gemeenschap. Wat wou je aan. Ik vind het mooi geweest, Dennis. Hm. Ja, vast een heel nare opmerking was dat. Ja. Ja. Maar hier ging ik met dezelfde zwager en nog een vriend. Hè? Dus de zwager alias de chauffeur en nog een vriend, die gingen mee naar Sensation. Maar dan was het wel de bedoeling als ze met z'n allen naar Sensation gaan, dat ze met z'n vieren seks zouden hebben. Nou, toen heeft zij gezegd, dat wil ik eigenlijk niet, ik heb er geen behoefte in. Toen zei Danny, dan kreeg je ook geen kaartje. Jezus Christus. Nou, dat begrijp ik dan nog wel. Je hebt één extra kaartje, je wil seks, dan moet je de goede persoon meenemen. Maar hij had toch altijd al seks met haar? Ja, hij wou een triangel. Nee, triangels met z'n drieën, vriend. Hij wou een kwartet. Een kwartetos? Ja. Ah. Heb jij wel eens gehad? Een kwartet? Ja. Nee, vind ik heel druk. Die kocht ze zelf alsnog. Maar ja, waarna het drietal haar aanbood van haal je wel naar het station. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, dat is dan ook niet slim. Wat? Nou, als eerder is gezegd, je kunt met ons mee op een kaartje, maar dan willen we met een kwartet. En dat je daarna zelf een kaartje had en dan nog met die lui mee rijdt. Ja, dat is raar. Dat is niet slim, maar goed, hè. En wat denk je? Ze zijn direct doorgereden naar het Amsterdamse ja, bos. Ja, maar toch wil ik wel zeggen, want hij gaf haar altijd drugs. Hm. En misschien is het een meisje verslingend geraakt aan de drugs. En denk ze, ja, als hij me komt halen, kan ik misschien wel weer een snuifje nemen of wat dan ook. Ja. Dus hij heeft haar... Verslaafd gemaakt. Nou ja, hij heeft haar afhankelijk gemaakt. Vanwege natuurlijk omdat zij er werkte. Ja. Bij datzelfde bedrijf, ja, voor ja, hem. Ja, ja. Dus dat is één. Hm. En misschien heeft hij door haar zoveel drugs te geven, is hij een beetje verkeerd geraakt aan die doop. En denkt ze, nou ja, als die kabouter hem opkomt halen, krijg ik misschien wel weer een snuiven van het een of ander. Ja, laten we wel even meedenken. Jij hebt gehoord dat het geen om cocaïne. Ik heb helemaal niks gehoord. Nee, want eerder, daar moeten we mee oppassen. Eerder zei je dat Mark van der Linden verslaafd was aan cocaïne. Moest ja, hem later ook rectificeren. Ja, dat was Crystal Meth. Black Crystal Meth. Hadden dus we het kan zomaar heel wat anders zijn. Wat ik heb vernomen is dat het hier gaat om GHB en ecstasy. Oké. Okay. Nou, Danny, mocht het anders zijn, dan vertel me dat graag. Ja, dus als je een rectificatie wil dat het toch cocaïne is... Ik heb gehoord dat het heroïne was. Via zo'n pijp. Niet? Ja. Nee, heb je niet gehoord? Ja, heb ik wel gehoord. Echt? Ja, heel goede bron. Heroïne roken? Ik heb 100.000% bewijs. Wat is... Ja, ja, ja. Doe dat maar niet. Nou ja, goed. Is, nou, vertel het verhaal eens even verder, Dennis. In het Amsterdamse bos is ze dusdanig voor het blok gezet dat ze met z'n allen seks hadden. En ja, dat zijn dus drie mannen op één jong meisje. Vind ik een beetje raar. Want hij heeft haar eigenlijk gewoon... Ja, dit is geen verkrachting misschien om te noemen, maar hij heeft haar wel gepusht om seks te hebben met mensen met wie ze dat niet wil. Ik wel vooraf zeggen, ze heeft vooraf gezegd dat ze niet, hè, toen dat kaartje aangeboden kreeg, niet met hun allemaal seks wilde. Ja, prima. Maar... Later alsnog van het station gehad en met diezelfde gezelschap seks gaat. Ja. Nou, maar stel nou ze wil aangifte doen, waar moet je dan aangifte van doen? Nou, dat je tegen je wil seks hebt gehad. Dus en dat is onder druk is gezegd. Ja, maar, ja. Dus dat is dan wel verkrachting. Oké. Nu heb ik uit een zeer betrouwbare en reeds goede bron vernomen wie die derde man is. Ja. Want je hebt dus Danny de Junk, dus een kleine sekskabouter, zijn zwager, ja. Die ook chauffeur is. En niet meer zijn zwager overigens, want die is eruit getrapt. Omdat die vrouw erachter is gekomen dat die vent hem overal insteekt waar Danny ook langskomt. Maar wie
Ik voel een scoop. Wie is nou die derde man? En ik weet wie de derde man is. Ja? Ja. Voel je een scoop? Ja, scoop. Ja, is goed. Super. Dankjewel. Ik moet even mijn telefoon openen. Ik ben die naam weer kwijt. Ja, joh, hij loopt de hele dag die naam hier te roepen. Zo trots als een pauw. De derde man is Gerson Mesman uit Purmerend. En Gerson Mesman was de buurman van Danny de Bunk ooit. Hm. En Gerson Mesman die is niet meer zo heel vaak in Purmerend te vinden. Hm. Want Gerson Mesman wordt namelijk door heel veel mensen in Purmerend gezocht. Want dat is namelijk een gore oplichter. Die verkoopt dus kaartjes van Champions League wedstrijden, van Ajax en voor weet ik veel, zang gebeuren en een boel. En op het moment dat je geld overmaakt, krijg je die kaartje niet. Oh. Dus er zijn heel veel mensen die hem nodig hadden, of tenminste die hem zoeken. Er staat ook onder een Facebookbericht van hou maar op, deze man wordt hier in Purmerend al tijden gezocht. AS-kaarten, topperskaart, hou hem maar op. Nou, iedereen is op zoek. Dus en hij is onlangs ook gevonden. Gerson Mesman. Nou, ik heb ook een foto van hem dat zijn lampje is dichtgeslagen. Ja. Ik weet niet precies waardoor het kwam, maar dat is ook Gerson Mesman. En die gebruikte dus extreem veel drugs, ja. Samen met Danny de Munk. En die zwager / chauffeur. En hij is de derde man uit dat bos. Gerson Mesman. Die wordt gezocht. Oplichter. Hij wordt gezegd, dat is de derde man uit het bos. Oplichter en dus mogelijk verkrachter. Zeker. Maar die man is dus hartstikke oud. Hij heeft gewoon een grijze baard. Ja. En dan ga je dus een meisje tegen de zin in van 21. Verkrachten. Wat een stuk stront ben je dan? En trouwens, als je kaartjes aan mensen verkoopt zonder die kaartjes te geven, ben je ook een stuk stront. Ja. Dus een dubbele stuk stront. Dus dat ene blauwe oog, dat mogen er ook misschien wel twee worden. Oh, is dit oproep tot... Oproep tot geweld, maakt mij allemaal geen reet uit. Want dan denk jij, nou Jan, dat kan godverdomme weer een kort geding van, hoe heet die lul nou? Ik ben weer die naam kwijt. John de Mol? Nee, Gerson Mesman. Oh, Gerson Mesman. Ja. Maar Gerson Mesman heeft geen poen, dus die kan niet betalen. Maar die heeft nog heel veel mensen opgelicht. Hij heeft toch vaak geld? Nee. Alles is op. Dat is gewoon een oplichter. Dus Gerson Mesman kan niet betalen om een kort geding te starten. En daarbij ken ik mensen die Gerson Mesman graag tegen willen komen dus bij dat kort geding. Dus kun je alles over hem zeggen zonder dat hij wat kan? Zeker. Ik heb gehoord dat hij allemaal vrouwen vasthoudt in een kelder. Dat lijkt mij echt serieus waar. Ja, aannemelijk. Dat lijkt mij echt aannemelijk. Ja. Ik heb gehoord, en dat verhaal heb ik echt gehoord, uit een bron, maar dat heb ik niet natuurlijk kunnen verifiëren, dat hij er ook bij aanwezig was in Antwerpen met Danny de Munk en de chauffeurswagen. Toen hebben ze een meisje met handboeien aan, in een hotelkamer aan een verwarmingsbuis vastgeklinkt. Ja. En toen maar dat ze... is ontvoering, hè? Ja, en dat heeft 2 dagen geduurd. En hebben ze, dus dat meisje hebben ze de hele tijd te pakken genomen. En toen had er eentje voor de lol het sleuteltje naar buiten geflikkerd. En die konden ze niet meer vinden. Dus toen hebben ze naar een ijzerzaak zijn ze gegaan. Ah, is dat een grap? Nee, dat heb ik vernomen. Dat ja. Het zo is. Maar dat weet ik niet zeker. Maar Danny de Munk heeft wel geld en die was hier ook bij. Ja. Uiteindelijk heeft een of andere loodgieter hem weer vrijgezet. Nee, ze hebben gewoon een ijzerzaak gekocht. Maar ik zeg dat ik dat vernomen heb. Ja. Ik zeg niet dat het zo waar is. Hoor je mij ooit zeggen dat iets 100.000% waar is? Heb je dat echt gehoord? Ja. Van diezelfde bron als Gerson Mesman? Nee, een andere bron. Jeetje mina. Ja, het is heftig. Gaan we naar Temptation Island. Het is weer terug. Ja, ik kijk er niet naar. Nee, ik ook niet. Nee, ja. Waar moeten we dan over hebben dan? Over de deelnemers. Dan beginnen we bij Iris en Whitney. Dat is al bijzonder. Whitney is de man? Ja. Nou ja, kom op even ouders. Ja. Als je naar zijn hoofd kijkt trouwens, dit echt, wat is dat? Hij lijkt net een marmot. en Whitney, die moet je kijken hoe angstig ze kijkt. Is dat wel een stel? Ja, wie is nou Whitney dan? En dat is toch, nee. Dit is, die man is Whitney. Whitney, en dat is Iris. Dat is Iris. Maar Iris kijkt ook heel angstig voor Whitney. En Whitney is heel breed, maar Whitney is er nog niet helemaal achter dat hij de naam heeft van een zwarte vrouw. Heel raar gebeuren. Maar goed, Whitney Houston was gewoon een witte vrouw. Oh, nee, ik ben weer in de war. Whitney is wel een naam voor een zwarte vrouw. I will always love you, toch? Ja. Yeah. Ja, die is wit. Nou, ze snoof heel veel wit. Of er is een baren bruin, hoor, vriend. Ik ben in de war met iemand anders, denk ik. Whitney Houston is toch een negerin? Zwarte vrouw. Zwarte vrouw? Zwarte vrouw. Hij is dood. Zeker. Dat weet ik dan wel. Even zo op in het bad. Ja? Zeker. Maar jij denkt dat ze... Zo op in het bad? Ja, maar jij denkt dat ze blank is.
Hoe kun je een baas verzuipen dan? Was dat bewust? Wat? Is zij per ongeluk verzopen of bewust? Nee, we kunnen het er niet navragen. Dat is wel een kopje onder. Duidelijk. Goed. Je bent natuurlijk hartstikke benieuwd. De 27-jarige directe en eerlijke Iris. Zij is beveiliger in de haven. Wat is dit? Wat een raar stel. Dus die Wendy is een witte man met de naam van de zwarte vrouw. Ja. En die Iris is beveiliger in de haven. Terwijl dat een klein meisje is. Ja. En dan weet ik van de meeste beveiligers in de haven. Is allemaal criminaliteit. Die laten al die drugsdealers zo in en uit. Ja. Ja. Nou, het is gewoon een crimineel stel. Maar prima. En de 34-jarige sportieve en nuchtere... hij wel, jij niet. Ik niet meer. En de 34-jarige sportieve en nuchtere Whitney. Brandbeveiliger. Ja, sorry, maar dat is toch helemaal kut. Dan ben je brandweerman... Ben je brandbeveiliger? Ben je dan brandweerman of niet? Ja, het klinkt een beetje als dat je politieagent hebt... En van die, hoe heet het, die idioten die over straat lopen met handhaving. Handhaving. Hmm. Ik denk dat hij, zeg maar, hij is de handhaving van de brandweermannen. Ja, maar hij is brandbeveiliger. Nee, maar brandbeveiliger. Dan is echt dat je dan sta je dus gewoon op de hoek van de straat. En als er dan brand is, dan roep je drie keer brand en dan is dan jouw taak voorbij. Ja, dat is het ook. En heet je Whitney. Nee, die man wordt ook gepest. Brandbeveiligers zijn mensen die staan bij gebouwen waar een hogere kans is op brand. Om te in de gaten houden of het gaat branden. Zie je zo, nee, het rookt niet, nou, dan even niet. Ja. En dan heet je wit niet. Nou, ze zijn nu 3 jaar samen. De afgelopen jaren hebben ze regelmatig te maken gehad met vertrouwenskwesties. Hij is vreemd gegaan dus. Of zij. Ja. Voor het stellen ze hun deelname erop of eronder. Whitney wil ze graag bewijzen aan Iris. En zij wil er vooral achter gaan komen of Whitney te vertrouwen is. Ik heb ze liever erop dan eronder. Oh ja, duidelijk. Maar wat zitten we nou opeens met Temptation Island te doen? Wat zitten ons nog helemaal geen reet? Dat speelt echt, dat is een bom. Echt? Ja. Maris en Ivo. En wie is dan de vrouw en wie is dan de man? Ja. Want nu zie ik een wijf met een baard. Nee. Dit zijn toch helemaal geen echte stellen? Ja, nee, dit is geen goed koppel dan. De ondernemende en vredelievende Maris. Is dat wijf met die baard of dat wijf zonder baard? Zonder baard. En de bevlogen en optimistische 28-jarige Ivo. Content. Maar wacht even. Optimistische Ivo en vredelievende Maris. Ja. Wat een misselijkmakend scheidstel. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Maar het mooiste is, die Maris ken ik. Want we zaten ooit op Clubhouse. Ooit zat jij er ook bij. Toen je er nog dronken liep te schreeuwen naar Patty Braats. Maar laatst zat ik er nog op met William Rutte. He, die fotograaf die de beruchte foto van ons heeft gemaakt bij de 100.000 abonnees. Bij de 300.000 abonnees zitten wij hier naakt. Ah ja, goed. Zover helemaal is dan... naakt? Laten we dan ook de Big John zien. Het schijnt, als dat lukt. Maar dan worden we toch van YouTube geflikkerd? Nou, dat zien we tegen die tijd. Okay. Maris had toen altijd chance met William. En die zouden met z'n tweeën koffie gaan drinken. Maar wacht even. William is toch getrouwd met kinderen? Dus je bent nu weer een nieuw huwelijk in gevaar. Ik zeg alleen dat hun een keer koffie drinken. En William is een aardige man. Ja, dat klopt. Ik zeg alleen dat hun koffie... Want William vindt ook iedereen aardig. Ja, dat vindt William wel. Wat een slijmbol is dat. Hè? Ja, dat maakt wel. Een slijmjurk. Ja. Met iedereen te slijmen. Maar hij heeft met Maris koffie gedronken. Ik weet niet hoe dat is afgelopen. Het raar is ook, want ik had dit draaiboek. Toen appte ik William. Ik zeg, kijk Maris toe mee. Heb je nog koffie met haar gedronken? Ik kreeg niks terug. Wel gezien. Ja. Ja, dan kun je er donder op zeggen. Jammer, William, heb ik niet verwacht. Maar ik ook niet. Ja, hoor. Nou goed, zij zijn maar liefst 9 jaar samen en kennen elkaar van het uitgaansleven. Maris denkt graag na over de toekomst. Ivo leeft met de dag. Maar zeg helemaal geen stel. Hij ziet eruit als iemand die in de biologische winkel zeewierkoekjes bestelt. En zij ziet eruit dat ze liever een lul dan een koekje heeft. Ja, dat had ze ook. Maar hun hadden toen ook een open relatie. Oh. Ja. En daar is William toen... Ja, maar die heeft geen open relatie met die jonge vrouw van hem. Ja, dan heeft verdiend heel veel geld, hè? Ja, ja, ja. Als die een kort geding begint, dan zijn we echt de lul. Ja, maar ik zeg alleen dat ik heb gehoord dat zij met hem koffie heeft gedronken. En jij zit heel de seksgewaden te maken. Nee, ik bedoel eigenlijk meer dat zij had dan een cappuccino in zo'n roerde dan het suiker. Ja, zij roerde suiker door je heen. Suiker door Williams van de zoetjes. Ja. Maris denkt graag na over de toekomst. Ivo leeft met de dag. Marissa twijfelt daardoor aan de relatie en wil onderzoeken of ze gevoelens kan ontwikkelen voor iemand anders. Het zal allemaal wel. Ze gunt Ivo hetzelfde proces. Ivo hoopt dat Marissa door een deelname achterkomt dat Ivo de ware is. Nou, leuk. Is Ivo de ware voor Maris? Nee. Want? Dat zie je toch. Ivo is een tuinkabouter. Nee, Ivo is wel lang. Ja, ik bedoel eigenlijk niet dat het gewoon... Het is zo'n soof is dat. Zo'n macrobiotische vent.
Die op een gegeven moment zegt van, ik draag geen leren schoenen meer. Over leren schoenen gesproken, weet je van wie ik een mailtje kreeg? Floris van Bol. Hoe heet je dat? Nou, omdat het altijd zo... Het is een grote vriend. Ik krijg nieuwe schoenen. Gratis. Ja, hartstikke mooi. Nou. Ja, dat is toch super? Het is beter dan zo'n Hello Fresh pakket waar iedere BN'er mee staat te roerbakken. Ja. Ik krijg gewoon een paar nieuwe schoenen voor Floris. Topgozer. Leuk. Dan gaan we naar Linde en Jan. Nee, dat ben ik niet. Nee, dat ben jij niet. De 24-jarige en sociale ondernemende Linde, woonbegeleider op een psychiatrische afdeling. En de 26-jarige grappige en eigenwijze Jan Sietse. Je zou toch als 26-jarige man omschreven worden als grappig en eigenwijs. Wat verschrikkelijk. Wat dan? Ja, dat is een vertruttige gedoe allemaal. Hé. Ga door. Zijn pas een jaar samen. Oh. De twee hebben elkaar leren kennen op Curaçao. Ach, dat stinkt aan. Dat stinkt aan. Weet je wat daarvoor afgevakkeld? Hm? Nou? Ja, aluminium of zo. Het was meteen liefde op eerste gezicht, maar zijn beide wat onzeker en jaloers. Ja, dan wordt het tijd om naar een neukvakantie te gaan met andere mensen. Dat helpt je. Ja, ja. Met hun deelname aan dit programma hopen ze dit te verminderen en erachter te komen of ze er waren voor elkaar. Nou, het antwoord daarop is nee. Overigens vind ik haar wel een schatje. Ja? Ik vind hem een beetje sukkel. Ik vind mannen met zo'n sleeve, met zo'n getatoeëerde arm. Ja. En dan zo'n kinderhoofd erboven. Vind ik zo sneu. Dat is ooit bedacht voor Hells Angels en zeemannen. Hoe heet het? Zeebonken. Piraten. Die hadden tatoeages. Niet van die slappe moederskindjes. Vind je het geen stoere man? Nee, ik vind een flapdrol. Maar ik vind haar wel een lekker meisje. Nou, dan kan dit voorbij gaan, want ik vind het verschrikkelijk. Ik kijk toch allemaal die troep allemaal niet. Dan gaan we naar Annabel en René. Godsamme kraken, wat is dat voor een opgespoten wijf, zeg. Ik zit weer naar die kerel te kijken. Ja, daar kijk jij meer naar. Ik kijk meer naar mij. Nee. Ja, wat? Ja, nee, wat van... Dat kapsel van die man. Gewoon die blik van die man. Ja, het kapsel, dat is een blonde man die kaal wordt. Maar die het accepteert, zeg maar, zoals ik. Nee, ja oké. Okay. Ja, en zij, zeg maar, helemaal jij herkent nep, jezelf met opgespoten lippen en opgespoten titra herken jij jezelf waarschijnlijk. Nee, jij herkent en jezelf. En ze waarschijnlijk ook ingevolgd. Die René, die doet mij een beetje denken aan de Marokkaanse variant die cocaïne snuift in een restaurant. Maar goed, ik noem zijn naam niet. Nee, doe maar niet. Nee, maar jij weet wie ik bedoel. Zeker. En? Klopt de vergelijking? Ik ga er niet op in. De 25-jarige, lieve en ambitieuze Annabel, medewerkster bij een klantenservice. Lekker ambitieus, Annabel. Ja. Hallo, met de Vibra klantenservice. Oh ja, zaten er geen veters in de doos? Nou, dat was toch ook wat. Lekker ambitieus. En een sportieve, sociale, 27-jarige René, beveiliger en online personal trainer. Wat is dat nou voor beroep? En 1, 2, online personal trainer. Dan krijg je een beetje Nederland in beweging, dat van die mensen zo staan. Van Karel Noten. Ken je Karel Noten? Die presenteert dat? Nou, die presenteerde dat totdat hij werd opgepakt voor pedoseks. Ja? Ja. Mm. Ik zeg altijd zo, daar ben ik op tegen. Maar wilt u echt wat moois zien? AP. Nou, op. Ik kreeg zoveel mailtjes erover. Dit kost ons gewoon... Die paar donateurs die we nog hebben, die lopen dan weg. Doe dat niet, man. Maakt ons arm dit. Nou, ga door. Omdat die allemaal overstappen op die betaaldienst? Zullen we hiermee ophouden? Ze zijn 5 jaar bij elkaar. Ze doen alles samen en wijken nooit van elkaars zijde. Ze zijn toe aan de volgende stap in hun relatie en willen met hun deelname onderzoeken of hun relatie inderdaad zo sterk is als ze denken. René vraagt zich af of hij zijn wilde haren verloren is en of de Playboy nog. Nou, naar zijn haar zit te kijken, zijn die wilde haren al een tijdje geleden uitgevallen. Maar wat me dan een beetje opvallen, die vrouw, hè, dat is, ik zit op Instagram en dan zie je dus alle vrouwen die dus, zoals zij hebben, van die lippen, dus dan spuiten ze het niet alleen om, dan laten ze het omklappen. Krijg je dit? Met zo'n silicone lippen, zo. Ja. En dan haar ingeweefd. En dan heeft ze dus van die nep tetten in de blouse zitten. En dan zo allemaal tatoeages. Zie je toch uit als een hoer? Wat ben ik nou helemaal gek? Ja, maar kijk nou eens hoe die keel eruit ziet. Ja, ik vind het overigens wel zo'n type die direct je in elkaar slaat als je wat erover hem zegt. Maar... Ja, dus doe dat dan niet. Nee, precies. Zet hem maar in de extra dit. Die kork snuift een boterhamzakje in het restaurant. Maar... Maar goed. Doe het maar wel in de extra dit. Beiden zijn benieuwd of ze iemand ontmoeten die hen meer kan bieden dan dat ze nu al hebben. Ik vind het een dom programma. Weet je, ik ben het serieus. Ik vind het echt een dom programma. Dan, als je onzeker bent over je relatie, ga je dan niet naar de kat op het spek binden. Dat is gewoon een heel dom programma. Dan is het tijd
voor... Dan moet u zeker even blijven hangen. Voor een blokje, het is tijd voor het... Kom op daar. Oh. Reclameblokje. Precies, en ja, u kent het wel. Dan beginnen we bij onszelf. We hebben het pittig. We hebben een rechtszaak met John de Mol. Dachten we afgeslagen. Ja. Maar dan komt er ineens een bodemprocedure. Bodemprocedure, ja, 10.000 euro voor een of ander goed doel van de molletjes zelf. Dat gaan we niet doen. Kijk, dat de tering, de tyfus en de goal erbij. Ja. Het hoge broer met Femke komt er nog aan. Dure tijden, we leven in angst. Ja, en dit programma maken, daar zit natuurlijk geen... Nou... Dan kun je geen droog brood van eten. Daarom hebben we u nodig. En dan wordt u familie van ons. Komt u in ons hartje. En dat appreciëren wij zeer. Zeker roddelpraat.bekbetorg. Ik zeg roddelpraat.bekbetorg. U geeft ons 5 eurotjes per maand. Zodat we dit kunnen maken. Dit prachtige programma. Waarmee degene een rechtszaakje tegenaan wenst te spannen. Precies. En omdat wij niet de lust zijn. Willen we ook iets terug doen. En we geven niet alleen liefde. En we geven niet alleen kusjes. Maar we willen ook gewoon wat aan jullie geven. En dat wordt dus... Een compilatie van spullen die we overhouden. En die komt in je doosje. De extra. Doen wij gewoon 4 keer per week. Voor 5 eurotjes. Krijg je gewoon de spullen die we overhouden. 4 keer per maand. Niet 4 keer per week? Nou ja, wat je wil. Nee, Jan, doet u een belofte? 4 keer per week? Nee, 4 keer per maand. Oh, prima. Oh ja, en die komt dan om donderdag om 6 uur in je doosje. Dus de voormiddag heeft niet zoveel zin waar het blijft. Nee, Jan stuurt ze met veel warmte, liefde en compassie. Excessief naar u toe. Doe dat. Daar zijn wij blij. U blij. En eigenlijk maken we elkaar blij. Ja, dan zijn we allemaal blij. En dan kunnen Dennis en ik ook eten naast alle rechtszaken. Precies. En dan gaan we naar de betalende adverteerders. Yes, en dan komt er direct een vraag. Want dan gaan we naar SSD, Swingers Speed Dating. En die website, die kent u natuurlijk. Want Jan zou naar Barcelona reizen met zijn vriendin om daar mee te doen aan een gangbang. En ik vraag me nu af, hoe is dat gegaan nu met je dood? Dit soort grapjes breekt mijn privéleven op. Punt 1. Je hebt op een gegeven moment ook op de website gezegd, of op Instagram, dat ik naar een seksfeest in Barcelona ging. Ja. Dat liep thuis uit op een drama. En daarom is het ook niet meer gegaan. Nou, dat had ook een beetje met de corona te maken. En nu wordt het een beetje vies omdat je vraagt wat ik met mijn 14-jarige dochter daar heb gedaan. Mijn antwoord hierop is het volgende, Dennis. Als je zo doorgaat... Nee. Ja, dat dreigt iedereen mee. Nee, ik vraag me dus af. Maar jij bent er niet geweest. Maar nee. Ik heb wel verhalen ervan gehoord. Het was een groot succes. Veel roddelpraatfans zwaaiden daar met hun kleding. Ja, die hadden eerst hun shirt nog uit, maar die ging al snel. Of die hadden eerst aan, maar die ging al snel uit. Zwaaiden ze mee rond. Was het eerste succesvolle tripje van SSD. En wij mogen u nog steeds een geweldige aanbieding aanbieden, Jan. Dat voor paren en vrouwen. Ja, voor paren. Ik zit naar je te kijken. Het gaat niet goed, joh. Nee, deze week. Wat gaat het? Ik ga deze week oplossen. Ja? Ja. Dit moet je oplossen. Ja, dat ga ik echt oplossen. Paren en vrouwen, die kunnen gratis op SSD met de code. Ja, die kreeg jij toegestuurd van die kerel. Ben je niet meer? Nee, jij ook niet meer. Was het niet love? Love, ja, love. Love in kapitalen. En als jij niet beschikt over een partner, dus als een stel erop te komen, of als vrouw, dan kan je als man er ook op zoek naar... Love, zoals wij dat noemen. En dan kan je erop. En dan moet je de kortingscode roddelpraat hoofdletters gebruiken. Dan verdien je het maar 99 euro per half jaar. En krijg je een maand gratis. Op de optie. Wil je denken, ik ga er jaren voor. Ik moet toch wel lekker catchen dit jaar of wat dan ook. Dan doe je roddelpraat maar voor een jaar. En dan krijg je maar liefst 2 maanden gratis. Hoe mooi is dat? Mooi. SSD, Swingers Speed Dating. Is het mooi? Wat? SSD. Een prachtig bedrijf, prachtige app. Ja, maar hoe is de gebruiksvriendelijkheid? Jezus, hou nou op, man. Ja, maar waarom moet je nou mijn privéleven dat verpesten met een gedoe? Dan gaan we naar het Stukendoor Collectief. Ja, die zijn er ook nog altijd trouw en altijd spons. En ik kreeg net een appje van de baas. Oh. En die zei, nou, we hebben weer wat extra personeel. Als mensen nu gaan verhuizen of iets willen verbouwen, wat het ook is. Als je nu een offerte aanvraagt, gaan we direct aan het werk. Jezus, wat snel! Stukendoor Collectief. En denkt u, ja, maar dat zullen ze wel heel duur zijn. Helemaal niet hoor. Want deze maand een badkamer vanaf
6.000 Dat is geen geld. Euro. Dat is geen geld. We dachten van een aanbouwende huisactie, hè? Voor 845 euro per kubieke meter. En dat was 900 euro per kubieke meter. Schilderen. Dat is echt serieus. Ja. Een prachtige aanbieding. Vierkante meter verschilderen was 12 euro, nu 8. Of we dachten van het stukken 18 euro per vierkante meter, nu voor 13 euro. Geen geld. 50 cent. Stukken door collectief. .nl. .nl. Voor de mooiste in, aan, door en verbouw van uw huis. Mooi. En dan hebben we nog het Zonnestroom collectief. Fantastisch collectief. Ja, dat vinden ze onderhand zelf ook, want omdat de prijzen zo hoog zijn voor het. Ik kocht dus gisteren. Toen hebben we pindasoep gemaakt. Pindasoep? Pindasoep, dat vind ik lekker. Met pindakaas en zo, dat vind ik echt lekker. Gadverdamme. Ja, nou, er was hier iemand die maakte dat. Wie? Dat zeg ik, van dat paasboeketje. En die heeft dat dus gemaakt, maar daar moest je zonnebloemolie voor kopen. Ja, is niet meer te krijgen. Ja, jawel dus. 5 euro voor een liter. Niet? Ja. Ongelooflijk. Ja, absurd. Ja, en dan zouden, want alle zonnebloemolie komt uit de Oekraïne. Dat is helemaal dan niet waar. Niet? Dat is gewoon gelul. Nee. Waar komt het dan weg? Uit andere landen. Dus jij denkt dat de oorlog een marketingstunt is voor de zonnebloemolie? Ja, dat denk ik wel, ja. Lijkt me niet. Maar goed, het Zonnestroomcollectief. Ja, kijk, wat is nou eigenlijk zo duur? Gas of elektriciteit? Gas. Gas. Niet te betalen. Elektriciteit trouwens ook niet meer, hoor. Ook niet. Maar gas is het duurste. Ook niet meer. Maar het water nog wel. U kunt de kraan gewoon laten. Nee, nee, water is ook bijna niet meer te betalen. Niet meer te betalen. Wilt u dan oplossen? Ga dan naar het zonnestroomcollectief.nl. Dan plaats van die prachtige. Nee, dat willen ze toch niet meer? Op uw dak. Maar goed, daar is nu wel een wachtlijst voor. Zocht er personeel? Ja, daar ga ik nu ook naartoe. Oh. Dus ze zoeken nu verkopers en adviseurs. Mooi. En ook al heeft u helemaal, ja, heeft u daar helemaal geen ervaring mee. Ja, ze zijn zo op zoek naar verkopers. Eigenlijk hebt u geen werk en kunt u meer dan tot 10 tellen. Adviseur, dan bel je aan. Ding dong. Vindt u gas ook duur? Ja. Dan raad ik u aan om zonnepanelen te nemen. Goed idee. Dat was het. Kunt u dat en zoekt u werk? Neem dan contact op met het Zonnestroomcollectief. Yes, jazeker. Ja. En dan zijn we weer aan het einde van de rit. Het was me weer een eer. Ik had, ja, ik weet niet wat er in glas gaat. En in borreltje, maar je was helemaal stuk. Heel, heb je er wat in gedaan? Je vader zou zich doodschamen voor je. Nee, het was gewoon een klein beetje rum. Ik weet het niet. Goed, volgende week doe ik het volledig zonder. Krijg jij mijn drankje erbij. Nou, prima. Dames en heren, jongens en meisjes. Jan komt met een passende groet. Lieve roddelpraatvrienden, wij houden van jullie en jullie houden van ons als het goed is. En zo niet, dan mag dat ook. Begin geen kort geding, want we zijn het zat. Maar wij willen jullie danken voor jullie eeuwige trouw en liefde. Oh ja, steun ons op roddelpraat.bengbezorg. Like de video en dan zien we u bij de extra uitzending. Doei.